Met Ivanildo Plein, parlementariër van de NPS, spraken wij over herstart van het onderwijs. Nu nog op het niveau van GLO daarover, maar ook over de hoge prijzen in de winkels. Nu 7 maanden verder, deze regering. Wat is het antwoord van de regering op de hoge prijzen? In deze 7 maanden, welke beloftes heeft deze regering deels of helemaal ingelost? Welke zijn gedaan bij het volk? Deze en andere vragen stelden wij aan parlementariër Plein. Ik ben bijzonder blij dat men weer een begin maakt met het onderwijsproces, omdat de kinderen van ons allemaal al een aantal maanden in principe verstoken zijn van het onderwijs, omdat dat stukje van COVID speelt. Maar desondanks heeft de minister steeds geprobeerd om te kijken hoe ze het proces kan opstarten. Maar steeds weer moest er teruggevallen worden vanwege de maatregelen die getroffen werden vanuit de regeringszijde natuurlijk. Ja. En hoopt u dat er ook heel gauw een aanvang wordt gemaakt met het onderwijs op voortgezet niveau? Ja, natuurlijk. Ik wil dus liever vandaag dan morgen hebben dat het proces ook op het hoger niveau gestart kan worden. Want u begrijpt zeg van elke dag dat er geen onderwijs wordt genoten, het een achteruitgang is. Hoe je het draait of hoe je het keert. Dus ik pleit ervoor dat dat heel snel tot het verleden gaat behoren en dat het proces, het onderwijsproces weer genormaliseerd wordt. Natuurlijk rekening houdende, want dat moeten we niet uit het oog verliezen, dat we nog steeds te kampen hebben met het COVID gebeuren in Suriname. Maar we moeten dus dan gaan kijken hoe we een balans kunnen vinden wat betreft zowel het onderwijs als de maatregelen die getroffen worden. Wat is het feedback dat u krijgt uit die samenleving als het aankomt op het onderwijs? Redelijke en goede, positieve reacties moet ik zeggen. Natuurlijk heb je de ouders die zich nog steeds zorgen maken over dat het niet helemaal opgestart kan worden. Maar ik denk dat het toch wel belangrijk is dat je dus dan moet kijken het onderwijs aan de ene kant en de gezondheid aan de andere kant. En ik denk dat dat goed gecommuniceerd, doorgecommuniceerd moet worden naar die gemeenschap. Dat het niet is dat men, dat men zegt van nee, we willen niet hebben dat het onderwijsproces opgestart wordt, maar dat er dus dan toch wel wat zaken zijn waar je rekening mee moet houden. Maar overigens kreeg ik positieve reacties. Natuurlijk hoor je hier en daar wat mensen bezig zijn van ja, luister nou, het onderwijsproces is nog niet goed opgestart en dergelijke enzovoort. Soms vraag ik me af, moeten de mensen dan op de stoel van de minister gaan zitten? Nee, ik zeg van de minister is kundig genoeg, ze weet precies wat ze doet. Het is geen minister die we gewoon hebben gehaald vanuit het niets, maar het is een minister die ruime ervaring heeft en ze heeft een aantal jaren met het ministerie dus dan zaken gedaan. Dus ze weet precies wat ze doet. Ja, dus toch hoor je sommige mensen, ja maar luister nou, dat gaat niet enzovoorts enzovoorts. Dus wanneer we praten over het onderwijs, hebben we het niet alleen maar over het onderwijsproces. Hebben we ook te maken met het probleem waarmee de onderwijzers zitten. Ja, daar hebben we het, dan hebben we het ook over die hoge prijzen in de winkels. Dus wanneer je soms hoort mensen schreeuwen, zeggen, ja maar we willen hebben dat er gepraat moet worden over onderwijs, laten wij ook komen praten over in principe het gedrag van bepaalde van onze regeerders. Laten we ook komen praten over de hoge prijzen in de winkels, want daar moet er ook beleid op losgegooid worden. Je begrijpt, ik praat er elke keer over, omdat dat een van de zaken is waarmee de samenleving continu te kampen heeft. En ook ik ben deel van die samenleving, dus ook ik heb dat probleem dat zich nu afspeelt met die hoge prijzen in de winkels. De regering is nog onvoldoende daarin geslaagd. En dat moeten we eerlijk toegeven. Ik ga niet hier napraten, een regering. Ik ga niet hier napraten, een minister. Ik ga niet proberen om stemmen aan te doen aan stemmenmakerij en te schreeuwen van ja, maar luister nou, onderwijs, dat is het probleem. Onderwijs is inderdaad een groot vraagstuk. Maar laten we praten over alle problemen in het land en laten we uiteindelijk komen tot de oplossing. Maar het zal natuurlijk niet vandaag gebeuren dat we vandaag praten en dan hebben we dan morgen een oplossing. Het is een proces. Maar ik denk dat we dus geduld moeten betrachten om dus dat proces op gang te brengen en natuurlijk ook goed zijn beloop te laten hebben. En dat van de prijzen, heer Plein, waar moeten we dat gaan zoeken? Dus ik heb toch keren hier gesproken, zowel met verschillende van de beleidsmakers, van er moet een controle zijn. Ik ben blij dat die minister, dat de regering heeft gezegd, luister nou, we zijn al bezig met een traject om dus dan de importeurs de gelegenheid te geven om via de centrale bank hun dollars te kopen, waardoor de prijzen dus dan toch wel omlaag gaan. We hebben gezien dat enkele van de grote maatschappijen, de grote bedrijven, de prijzen al hebben gedropt, maar het is nog onvoldoende. Er gebeurt nog veel wat we niet weten en dat moeten we dus dan te
weten zien te komen. En de prijzen, we moeten op een of andere manier proberen een systeem te gaan ontwikkelen dat de samenleving niet geconfronteerd wordt dat er elke dag weer de prijzen de lucht in gaat. Natuurlijk heeft dat ook te maken met brandstofprijzen die steeds omhoog gaan. Maar wat doet de regering dan daaraan? Je moet een systeem gaan creëren om je volk te gaan beschermen. En dat is niet iets van dat je vandaag zegt van ja, we gaan dus dan controle doen in de winkels. Nee, het is een compleet pakket. En daarover moeten we praten. En ik zou daarom zeggen van laten we hier in het parlement praten daarover. Want dat is ook een van de problemen waarmee de samenleving zit op dit moment. Ja, en de impact die het heeft op de gemeenschap volgens u? Is behoorlijk. Gelooft u mij, het is een vicieuze cirkel. U begrijpt dat als op een gegeven ogenblik ik dan ervoor moet zorg dragen dat ik meel moet inkopen om brood te maken, dat betekent dat ik meel duur koop en dat ik het dan iets duurder ga moeten verkopen wanneer ik mijn brood vervaardig of bak. En dat betekent dat wanneer ik ze heb aangeleverd bij de winkelier ook daar een extraatje op gaat moeten maken, want die gaat me beginnen te zeggen, hou er rekening mee, ook elektriciteit is omhoog gegaan bij wijze van spreken, ook die andere kosten zijn omhoog gegaan, dus ik moet dan ook, en dan begrijp je wat er gebeurt. Dus het is iets waarbij iedereen ermee te kampen zal hebben, wanneer de prijzen in de winkels omhoog gaan, wanneer de brandstofprijzen omhoog gaan, ook de onderwijzers, ook de politieambtenaren, ook de verpleegkundigen die baanbrekend werk verrichten wanneer het gaat om het COVID gebeuren. Dus ik probeer steeds te pleiten voor die groepen vooral, de seniorenburgers, die hebben het ook ontzettend moeilijk. Ik ga u zeggen, ik schrok wanneer ik van iemand te horen kreeg van luister, nou, onderstand genietende, die kregen maar 300, 400, 500 per maand. Ik bedoel, dat kan niet. Daar moeten we naar gaan kijken. Want dat betekent dat die mensen helemaal afgeschreven zijn. Ze komen dan in principe, ze zitten er mee, ze kunnen niet verder. Ja, dus laten we inderdaad gaan kijken naar alle groepen, zonder de ene voor te trekken. Want ik ga van een stukje rechtvaardigheid, eerlijkheid, maar laten we gaan kijken dat de samenleving het niet te moeilijk heeft. In die 7 maanden, heer Plein, ja, zou die regering toch degelijk al een antwoord daarop moeten hebben? Nee, niet helemaal. Deels wel. Want als je zegt van dat je een iets opruimt van een aantal jaren, dan begrijp je dat je dan toch wel een tijdje gaat nemen voordat je alles weer op balans krijgt. Het zal nog even duren, maar bij mij gaat het erom, ik praat er vaker over, zeker wanneer ik met u zit, dan praat ik erover dat het gaat te maken heeft met communiceer goed met de samenleving. Beloof niet te veel, zorg ervoor dat wat je zegt, dat je dan daadwerkelijk gaat uitvoeren, want als je te veel belooft op een gegeven ogenblik en je maakt het niet waar, dan begrijp je dat je gaat inboeten aan gezag als regering en dat moeten we niet hebben. Ja, het zijn allemaal zaken die te maken hebben met hoe geef je leiding aan het land. Suriname heeft dienend leiderschap nodig. Suriname heeft leiders nodig die zeggen ik ben bereid om in te leveren. Ja, ik ben bereid om te zeggen als ik 10 gulden verdien, dat ik bereid ben om zelfs 8 gulden af te staan aan de samenleving. En dat doe ik het met die 2 SRD. En daarom ben ik blij dat zelfs mijn collega Patricia Etnel in het parlement heeft opgeroepen van het moet niet, het moet normaal zijn wanneer je als beleidsmaker op je fiets trapt om je dingen te doen. Begrijp je? Het geeft juist aan dat je bezig bent dienend leiderschap aan de dag te leggen. En dat is wat we nodig hebben. Ja, we moeten niet gaan en zeggen van mensen moeten ego's hebben, mensen moeten zich zodanig gaan voelen en op een gegeven ogenblik zijn ze heersers van het land en dergelijke. Dat moeten we niet hebben. Laten we gaan werken naar systemen waarbij we deskundige leiders hebben. Leiders hebben die dienend leiderschap aan de dag leggen. En zeker, een van de zaken wat ik mis wat betreft deze regering is, het heeft te maken met productie op gang brengen. Laten we samen zitten en kijken hoe we de productie op gang kunnen brengen. En dan kan ik een concreet voorstel nemen. Er zijn zoveel ambtenaren in dienst genomen. Laten we de ambtenaren inzetten om bijvoorbeeld de productie op gang te brengen. Laat de president, de regering zeggen van luister nou, we gaan kijken waar er grote arealen zijn. Roep de minister op van een grondzaken. Roep de minister van openbare werken en zo ga je dus dat reetje af. Breng de ministers bij elkaar en zeg luister nou, ik wil hebben dat we moeten praten over het stimuleren van de productiesector.
sector. Laten we proberen om onze eigen productie te hebben. Want ik pleit ervoor dat we weer een bruin steel moeten hebben. Ik pleit ervoor dat we weer een grote maatschappij moeten hebben als die producten die we vroeger konden vinden. Daarvoor pleit ik. En dat is waarvoor we moeten gaan als we willen hebben dat Suriname over enkele jaren tot een van de grote landen gerekend mag worden, waarbij we zeggen van petje af. En dat is waarvoor we moeten gaan. Maar wat ontbreekt er aan visie bij deze regering dan? Ik zou niet zeggen dat het ligt aan ontbreken van visie. Ik denk dat het te maken heeft met, kijk, de regering heeft overgenomen een land bijna half failliet, kun je zeggen. Dus je zit daarmee, want dan moet je dan steeds passen en meten. Ik bedoel, als ik een bedrijf heb overgenomen, kan ik toch de beste ideetjes hebben. Maar als ik dat geld niet heb om ze tot uitvoer te brengen, dan begrijp je dat ik dan kan stoppen. Ja? En dat is waarmee deze regering ook te kampen heeft. Ja? Dus ik zou niet zeggen dat het schort aan gebrek aan visie of zo, nee. Ik denk dat er kundige mensen in de regering zitten, maar het heeft te maken met het probleem van het verleden. Maar ik zeg, je moet nu gaan kijken, want na een jaar ga je niet meer kunnen zeggen van luister nou, het is dus dan de vorige regering. Dan moet je dan wel in staat zijn na een jaar om te zeggen van dit is nu het punt dat wij gaan bereiken over een jaar. Kundige leiderschap, maar is dat ook te vertalen in dienend leiderschap, ziet u dat? Ja, dus laat me zeggen, dienend leiderschap nog niet helemaal, maar het is een proces. Ja? Het is een proces, het zijn nieuwe mensen die in het zadel zitten. Je moet ze steeds weer bijbrengen van luister, nou hou er rekening mee. Dat we niet alleen maar moeten denken aan het ontwikkelen van een land, maar we moeten ook denken aan hoe gaan wij tot down to the earth, naar de samenleving. Hoe gaan we ons eigenlijk gedragen als de mensen van de samenleving, want daar gaat het om. Je moet niet denken, je bent een minister of je bent een parlementariër en dan ben je half god of je bent een god. Nee. Je moet juist gaan naar de bottom om je precies zo te gedragen, precies zo te gaan, hoe zou je het kunnen zeggen met een mooi woord, eigenlijk zodanig dat de samenleving zelf zegt van, dit is iemand van wie ik kan zeggen van amang sabasani, amang sabasysteem sa ipsa in na samenleving. Want daar gaat het om. Want je kunt een leider zijn, maar je weet niet eens wat er gebeurt binnen die samenleving. En dan begrijp je dat je foute beleid gaat uitvoeren. Meneer Plein, wat zou u zeggen van alle beloftes die zijn gedaan voor de verkiezingen? Ja. Welke heeft deze regering bijvoorbeeld in uw ogen, ja, volgens u, al bijvoorbeeld wel ingelost bij het volk? Er zijn een paar ingelost, maar niet voldoende. Maar natuurlijk, ik blijf erbij. Je kunt die beloftes doen voor de verkiezingen, maar hou er rekening mee hoe lang. Want wanneer we nu hier staan, dan praten we over 7-8 maanden terug. Ja, en dan kun je dan niet alles wat je daar toen hebt aangegeven of hebt beloofd, dat je ze nu al in principe helemaal hebt uitgevoerd. Nee, je moet ook rekening houden, zeg van, je doet de beloftes voor de verkiezing, maar wanneer je daadwerkelijk zelf op die stoel gaat zitten en men je niet de juiste informatie heeft gegeven, dan zit je ook ermee. Ik bedoel, als ik vandaag aan de dag overneem het bedrijf en u heeft mij gezegd van, Ivanildo, luister nou, er zijn maar 2 mensen die geld moeten ontvangen en wanneer ik daadwerkelijk op die stoel ga zitten, dan zie ik dan dat er bijna 10 mensen zijn die moeten ontvangen. Dan begrijpt u dat ik al misschien met het personeel had gesproken en had gezegd, luister nou, we gaan het een beetje anders aanpakken en we gaan het een beetje beter doen, maar at the end dan moet ik dus het personeel ook hiermee confronteren en zeggen van luister, nou, ik had van mijn voorganger begrepen dat we maar 2 mensen hebben die we moesten betalen, maar nu blijkt dat het 10 mensen zijn. Wat is volgens u, heer Plein, ja, deels of helemaal wel ingelost wat beloofd was? Kijk, laten we beginnen bij het feit dat men heeft gezegd van we gaan proberen die samenleving niet te zwaar te squeezen. Dat is deels ingelost, ik zeg bewust deels, want het is nog niet helemaal, omdat ik nog steeds voel en zie dat die samenleving gesqueezed wordt. Men heeft gezegd, luister nou, laten we proberen om toch wel wat zaken te kofferen voor die samenleving die te maken hebben met het verhogen van bijvoorbeeld AOV en dergelijke, kinderbijslag. Ook dat van de leningen die nu toch wel deels worden ingelost. Heel moeizaam natuurlijk, want er zijn geen inkomsten. Dat is ook, en ik ben blij dat men heeft gezegd, luister, wanneer we aan de macht komen, gaan we proberen zoveel als mogelijk die leningen af te lossen. En dan wil ik dan
direct zeggen dat bij aantreden van de huidige regering, ik dacht de derde maand al, men salarissen kon betalen, overheidssalarissen, uit eigen middelen. En niet meer met leningen, want ik heb me laten vertellen, of dat juist is, weet ik niet, maar ik neem aan dat het juist is, dat zeker de persoon die mij het verteld heeft, dat leningen al een aantal jaren door middel van salarissen, een aantal jaren al door middel van leningen werden uitbetaald. En dat is niet goed. Dat is geen ontwikkeling voor een land, zeker geen goede ontwikkeling voor een land wanneer we praten over dat we zeggen van dat we kundige leiders hebben. Ik bedoel, ik kan toch geen salarissen maar steeds betalen uit een leningen die ik steeds ga nemen. Het betekent dat er gaten ontstaan en die gaten moeten gedicht worden. Dus zo kun je een aantal zaken opnoemen waarmee de regering bezig geweest is. Maar nogmaals, ik ben geen verlengstuk van die regering, dus ik blijf mijn kritische poot aanhouden en zeggen van dat het onvoldoende is. Want als ik dan hier ga proberen om dan die regering te verdedigen, dan zeg ik van Ivanildo, dat is niet wat je hebt beloofd voor 25. Nee, je hebt beloofd een kritische te zijn en te zeggen van nee, daar gaat het fout. En daar moet er correctie opgetreden worden, correct opgetreden worden en dat doe ik ook. Kan dit van de huidige coalitie gezegd worden dat jullie toch jullie kritisch opstellen of dat jullie toch wel een verlengstuk zijn van die regering? Nee, de huidige coalitie is geen verlengstuk van de regering. Dat kan ik u bij voorbaat zeggen, omdat ik heb gezien het optreden van enkele van de parlementariërs, waarbij ze duidelijk hebben blootgelegd van dit kan niet. En daar kan ik dan zelfs voorbeelden opnoemen. Ik kan zelfs tot in het verleden teruggaan, niet te ver terug natuurlijk, maar waarbij ik zelf, waarbij een aantal van mijn collega's duidelijk hebben gezegd, nee, bepaalde dingen kunnen gewoon niet door de beugel. We kunnen ook bijvoorbeeld recentelijk noemen de verhoging van de brandstoftoelagen, vervoerstoelagen, van de ministers, waarbij dat direct ook op tafel gelegd is, zowel in het parlement als buiten het parlement. Daar is er ook direct over gepraat en men heeft gezegd, on hold. Het laatste woord is nog niet gezegd, want ik ga u zeggen, ik ben nog niet tevreden wanneer men zegt dat het is aangehouden. Het moet teruggedraaid worden. Want ik zeg van, als je zegt het wordt aangehouden, moet het niet zo zijn dat je over een aantal maanden komt en zegt het wordt met TW terugbetaald. Het moet totaal teruggedraaid worden, want we kunnen de samenleving dit niet aandoen.